Het innovatiecentrum is een boerderij waar we proberen nieuwe dingen te ontdekken. Waar we proberen nieuwe dingen te ontdekken zodat de boer er praktisch mee uit de voeten kan. Dus hier doen we praktijkonderzoek voor onze melkveehouders. En het is een samenwerking. Een samenwerking tussen twee partijen. Een melkveehouder, Klaver 4 in dit geval, en een mengvoer- en adviesbedrijf, Gijs. Wij krijgen heel veel vragen vanuit onze praktijk, mijn adviseurs en onze klanten. Die stellen vragen rondom voeding, rondom bemesting, rondom allerlei zaken. En die willen we hier gaan onderzoeken. Omdat ik merk dat er een gat begint te ontstaan tussen datgene wat er in de praktijk aan kennis en advies nodig is en datgene wat er onderzocht wordt op heel grote onderzoeksinstituten. En daar, die leemte, dat gat, dat willen wij gaan vullen hier met het praktijkcentrum en het innovatiecentrum. Mm-hmm. Wat we hier doen is natuurlijk de vragen beantwoorden die melkveehouders praktisch hebben. Dat kan zijn dat de wetgever een bepaalde verandering in de wetgeving doorvoert en die zegt van ja, maar hoe krijg ik dat nou eigenlijk goed verwerkt in mijn praktische bedrijf? Wij hebben hier de mogelijkheid om dat te testen. Stel je voor dat ze gaan zeggen, nou, we kunnen geen soja meer verbruiken of we moeten met minder CO2. Dan kunnen we hier plannen van aanpak maken en die uittesten op de koeien. Om te kijken van, ja, op welke manier kunnen we dat varkentje, om zo maar te zeggen, het beste wassen. Rondom de transitie, hè, het moment dat een koe een kalfje krijgt, dat is natuurlijk een hele belangrijke periode. Ja, daar willen we hier ook onderzoek naar doen. Er is hier een mooie grote ruime afkalfstal, zeg maar. Zo kunnen we eigenlijk verschillende additieven en toevoegmiddelen juist in die specifieke periode uitproberen, uittesten, zeg maar. Zodat we nog beter kunnen onderzoeken hoe een koe gezond en wel door die moeilijke periode te loodsen. Omdat we op een relatief groot bedrijf zijn, kunnen we daar iedere keer een groep selecteren. Dus we willen eigenlijk allemaal verschillende groepen selecteren waar we juist op dat moment praktisch onderzoek willen doen. Dus stel je voor, je hebt een idee rondom ik zeg maar, een melkverhoging, zeg maar, of een bepaald additief. Dan kiezen we een groep uit waarvoor dat van toepassing is. En dan kunnen we daar per groep kunnen we daar rantsoenen maken en kunnen we per koe kunnen we daar meten en wegen. We kunnen daar wegen de voeropname, we kunnen daar wegen het gewicht van de dieren, herkauwactiviteit, geleidbaarheid van de melkproductie natuurlijk, gehalte vet en eiwit en de activiteit van die koe. Dus op die manier krijgen we heel veel informatie en kunnen we goed kijken welk effect nu eigenlijk die aanpak heeft gehad op het dier en op zijn gezondheid. Dus we zijn bezig met onderzoeken. Onderzoeken bij gras en grasland, daar loopt nu het vers vooruit. Daar willen we eigenlijk gaan kijken naar het gebruik van zoet water. Hoe kunnen we daar op een beperkte manier mee omgaan? Maar ook aan fertigatie. Hoe kunnen we eigenlijk ook nog via bemesting, daar proberen we zo efficiënt mogelijk water en bemesting toe te passen. Voor de koeien, zodat die bakken klaar zijn, dan willen we daar gaan onderzoeken rondom hittestress. Weet ik dat er een aanvraag loopt, zeg maar ook rondom inderdaad voeren met minder soja.